Welkom bij deze Boutique Talks, deze keer met Femke Dekker-Termeulen. Femke ken ik al sinds mijn jeugd en we kwamen elkaar weer tegen toen Femke mij als recruiter heeft uitgenodigd om bij Google te solliciteren, waar ik later ook werkzaam werd. En Femke heeft dus een lange carrière als recruiter achter zich, of in recruitment achter zich. En inmiddels heeft ze al meer dan 7 jaar, bijna 8 jaar, een succesvol bedrijf dat zich richt op interior design. Haar bedrijf heet Femkeido. En ik verheug me ontzettend erop om met Femke in gesprek te gaan. En te kijken wat haar drijft in haar werk, waar ze tegenaan loopt, hoe ze daarmee omgaat. En ook wat dat zegt over wat belangrijk voor haar is. Leuk dat je kijkt. Fem, wat onwijs leuk dat je er bent. We kennen elkaar al heel veel langer, vanaf dat we heel klein kind waren, omdat onze vaders goed bevriend waren. Ja. Kan je wat meer vertellen over wat je doet en dan vooral hoe je daar terecht bent gekomen? Ik heb een interieurontwerpbureau en 2 winkels. En wij richten huizen in voor mensen of bedenken eerst hoe ze eruit moeten komen te zien, inclusief alles wat daarbij komt kijken, dus keukens, maatwerkkasten, nou, indelingen, kleuren, materialen. Dus eigenlijk het hele plaatje kunnen we voor een klant uit handen nemen. Dat doe ik inmiddels met een team van 10 mensen binnen Femkeido, dus binnen mijn bedrijf. En ook nog eens keer 8 jongens, mannen op de werkplaats die het maatwerk maken. En dat is waar ik nu ben. En dat ben ik 8 jaar geleden begonnen. Na een carrière van 10 jaar in het bedrijfsleven. En daar werkte ik op verschillende interimklussen. Op recruitmentklussen bij allerlei corporate organisaties. Dus ik kom echt uit die corporate achtergrond. Ja, echt uit de corporate wereld. Kan je aangeven wat er gebeurd is dat je die switch hebt gemaakt? Ik ben opgegroeid in een gezin met mode. Nou, jij ook eigenlijk. Ja. Dat delen wij dan weer met elkaar. En ondanks het feit dat ik dat dus niet per se wilde als carrière, kom denk ik ook wel een beetje doordat dat ik heel graag iets zelf wilde doen. Merkte ik wel dat ik altijd wel geïnteresseerd was in stoffen, in kleuren, in materialen. Dus dat stuk van wat mijn vader deed, vond ik altijd heel erg leuk. Maar ik zag het niet zitten om zijn zaak over te nemen. Ja. Toen ik echt klein was, wilde ik graag architect worden. Maar met een gebrek aan wiskunde in mijn pakket ging dat gewoon niet. Ik was gewoon totaal geen beta-kind op school. Ja. Maar wat wel heel goed ruimte inzicht. Want ik heb ook verschillende testen ook vroeger gedaan. En dat kwam dus wel. Dus uiteindelijk is het een is niet altijd verwant naar het ander. Dus je kan best heel goed ontwerpen zonder dat jij heel goed wiskundig kan tekenen. Ja. Dus dat is best wel interessant ook. Grappig, waar je eigenlijk achterkomt later. Dus architectuur werd gelijk al van het bordje. Ja, dat kan je niet gaan doen. Dus ik ging in een totaal andere richting. Eigenlijk werd er, zonder dat je door had, werd het kind met het badwater weggegooid. Mijn droom werd eigenlijk zo, hop, nou, dat is gewoon geen optie. Ah. Ja, eigenlijk heel naar. Als je heel verdrietig. Ik word verdrietig. Het is eigenlijk heel erg, ja. Ja. Maar dan kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Ik denk een combinatie met ondernemersbloed vanuit mijn familie en dus het feit dat interieur waar we het net even over hadden, dat ik mijn kamer altijd veranderde, dat ik altijd bezig was in die kamer en dat ik heel erg gevoelig was voor sfeer, voor ik weet ook heel goed van vroeger nog, dus hoe het bij mijn oma thuis was, heel erg vanuit waar alles stond. Dat is natuurlijk. Achteraf gezien zijn dat wel signalen dat ik dat met interieurs, met de sfeer, dat heel fijn, heel leuk vond om me daarin te interesseren. Achteraf gezien. Dus inderdaad, die signalen die waren er gewoon door heel mijn leven heen, denk ik, als je dat nu zo bekijkt. Want ook toen ik in Londen stage liep, liep ik al eigenlijk elke dag, ik denk dat ik. Ik woonde vlakbij de winkel van Trisha Guild, van Designers Guild. Ja. En ik ben nog nooit zo vaak in de winkel geweest waar ik bijna nooit iets had gekocht, want ik had helemaal geen geld toen. Ik kwam altijd weer in die winkel. Ik vond dat zo inspirerend en ik vond dat zo leuk. En dat zijn allemaal kleine signalen, als je die bij elkaar optelt, dat het helemaal niet gek is dat ik dit ben gaan doen. Dat het eigenlijk heel erg past. En wat was het moment dat je die besefte dat die signalen er waren en wat daar dus de betekenis van was? Kan je dat? Ja, dat vind ik een goede vraag. Want vind ik moeilijk, is een beetje. Er kwam op een gegeven moment. Ik kan niet echt een moment bedenken van. Oh, dat was het. Hè? Iemand kwam ik tegen, dat niet. Maar wel
ik ben dus een opleiding gaan doen. En dat was naast mijn werk. Een opleiding binnenhuisarchitectuur. En ik denk ook al van een diep verlangen. Dat ik dat gewoon eigenlijk al heel lang wilde. Maar ik kan niet echt precies een moment daarin aangeven. Maar dat ben ik ook gaan doen volledig zonder een verwachting dat ik daar mijn werk van zou gaan maken. Dus in de eerste instantie echt een soort hobby, een interesse. Wat al vrij snel uitmondde in de vraag van mensen in de omgeving om ze te helpen met hun interieur en dergelijke. Dus dat kwam vanuit een interesse, al ben ik ook wel weer iemand die heel erg vanuit dus mijn onderbewustzijn altijd iets met een doel doet. Ja. Dus het is heel, ja, dat kan ik heel moeilijk vangen. Kan je bijna niet rijmen. Nee, dus, ik kan het bijna niet rijmen. Passie is misschien wel gewoon iets waar je heel veel, waar je verlangen naar hebt. Ja. Ook al is het iets kleins in jou, het signaal wat je had van ik wil die opleiding doen. Ja. Wat daar het doel mee is, I don't know. Maar nee. Eigenlijk is het doel dat, ik zou bijna dan zeggen, is het doel dan niet dat verlangen volgen. Ja. En daar gehoor aan geven. Ja. Want hoe ziet een doel dan er voor jou in dit perspectief uit? Nou, een doel op zich in het leven is gelukkig zijn, wat mij betreft. En dat denk ik dat dat voor heel veel mensen zo is. En als jij natuurlijk iets doet waar jij heel erg gelukkig van wordt, dan uiteindelijk wordt het ook gewoon werk. Maar laten we eerlijk zijn, ik doe dit 100 keer liever dan dat ik elke dag om 9 uur ergens moet inklokken bij een kantoor. En een baan doen die voor de rest niet bijdraagt aan mijn geluk. Maar dat geluk had ik ook wel in mijn carrière in de recruitment. Want daar lukte het mij ook om uitdagingen, banen te hebben, opdrachten te doen waar ik heel gelukkig van werd. En wat ik heel leuk vond om te doen. Maar die drang dus naar die creativiteit eigenlijk, die ik dus niet echt had in dat recruitment. Ja, die was groter dan... Wat is een grotere kracht? Mezelf, denk ik dan, ja. Toch. Ja. Dus de drang om te creëren, ja. Daar kon je niet meer niet naar luisteren. Nee, daar kon ik niet meer niet naar luisteren. En dan werd er in mijn omgeving natuurlijk gezegd... maar daar kan je toch niet van leven. En dat doen zoveel mensen, wat jij nu gaat doen. Weet je, dat doet iedereen. En hoezo ga jij het dan anders doen? En ik had er helemaal niet per se... Ik had niet echt een plan, maar wel een visie. En ik ben heel erg mijn eigen pad gaan bewandelen. Dus heel erg mijn eigen stijl. Niet luisteren naar anderen. Of tenminste natuurlijk wel adviezen opvolgen tot op zekere hoogte. Dus niet uit het veld laten staan dat iemand zei van... hier kan je toch geen droog brood mee verdienen. Waarom ga je dit doen? Wat maakt jou dan speciaal ten opzichte van de rest? Ik had eigenlijk geen idee, maar uiteindelijk... Blijkt dus dat wat mij speciaal maakt was toch mijn uniekheid en mijn stijl. En toch een stukje talent. Dat kan het dan. Maar ook de drive. En ik geloof er echt met mijn hele hart in. Dat ik geloof echt in dat principe van als je iets doet wat je heel erg leuk vindt. Dan kan je daarvan leven. En dan hoef je niet per se dat je er rijk van kan worden. Wat dan ook. Maar als je echt iets doet... Waar inderdaad die passie, hè, ook al is het een woord waar ik soms een beetje... Oh, ja. Maar dan gaat het lukken. Ja. Want dat voelen mensen. Ja. Klanten, mensen om je heen. Dat je dit echt heel erg leuk vindt. Ja. Maar, en eigenlijk wat jij zegt ook van... Ja, hoe voel jij dat dan wat leuk is? Dat zijn, als ik jou zo hoor en wat ik ook herken zelf... zijn eigenlijk hele kleine signalen. Het is niet dat opeens je het licht ziet. Nee. Of dat je... Het is de drang die je voelt om iets te onderzoeken. Je nieuwsgierigheid, je wens om iets te doen. Hoe klein het ook is. Ja, ja. Dat is het. En dat bij elkaar opgeteld gaat opeens... Komt opeens in het licht dat dat een passie is. Ja, ja. En merk je ook, wat ik je ook hoor zeggen... is, je zal allerlei reacties daarop krijgen. En dat is dan eigenlijk de weerstand die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. En wat je dan zegt is van, ik heb heel erg geluisterd naar wat wil ik zelf doen... en daar niet te veel van achter. Wat heeft jou geholpen om daarin zo dicht bij jezelf te blijven? Wat mij heeft geholpen is gewoon klanten. Dus ik kreeg opdrachten. Dus blijkbaar wilden mensen betalen voor mijn diensten... Dus dat hielp natuurlijk. En hoe kreeg je die? Wat deed jij dat jij die kreeg? Nou, aan het begin via, maar ik heb ook heel erg veel gedaan op social media, op Twitter destijds nog, Instagram was toen nog
een beetje net gestart. Dus en ik was best wel bekend met die social networks vanwege mijn recruitment achtergrond. Ja. Dus uiteindelijk bleek ook dat recruitment netwerk heel interessant voor de opbouw van Femkeido. Omdat ik bijvoorbeeld op LinkedIn een enorm groot netwerk had vanwege die zakelijke contacten. En het feit dat ik mensen zocht natuurlijk voor verschillende functies. En dan schreef ik een blog en dat zette ik weer op LinkedIn en dat gingen mensen lezen. En waar mijn onzekerheid eigenlijk zei van, oh, maar die mensen zien me allemaal als Femke de recruiter. Die denken natuurlijk, ja, gaat ze nu ineens huis inrichten, wat raar. Maar dat was helemaal niet zo, want juist die mensen, die kenden mij als een, ik denk gewoon als een bevlogen persoon. En die hadden blijkbaar een goed gevoel bij het feit dat ik ook wel huizen kon inrichten en kon ontwerpen en dergelijke. Dus dat was heel, eigenlijk ook weer een stukje vertrouwen wat aan mij gegeven werd vanuit de buitenwereld. En mijn man Ben, die ook altijd heeft gesteund en daar ook echt altijd in heeft geloofd. Die nooit heeft gezegd of gedacht, joh, dit gaat hem niet worden. En zou hier wel mee doorgaan. Want ja, ook daarin heb je natuurlijk echt wel mindere periodes aan het begin. Dat je denkt, ja, ik ben echt dag en nacht aan het werken en ik zie nu wat er overblijft. Heeft het wel zin? Maar je moet wel, ja, je moet wel doorgaan, ja, om het een kans te kunnen geven. Ja, dus... Ja, dus als ik je zo hoor, zeg je eigenlijk het werk wat ik hiervoor heb gedaan heeft me heel erg geholpen, ja, om mijn passie uiteindelijk, ja, te volgen. Dus daar is een fundament bijna gelegd, ja, van vertrouwen, absoluut, en netwerk. Ja. En je hebt ook de moed gehad om je uit te spreken. En ondanks het feit dat je dacht, jeetje, wat zullen ze mij wel niet denken, ja, heb je toch zo op het knopje gedrukt. Ja. En ben je gaan delen. Ja. Ja, ben ik gaan delen. Ja, absoluut. Ben ik mijn inspiratie gaan delen. Als ik over bepaalde ontwerpers dingen gaan schrijven, artikelen gaan schrijven, maar ook als ik naar een stad was geweest, ook het werd ook een soort lifestyle blog. Daarin heb ik ook een stuk van mijn leven echt gedeeld. Dat is nu wat minder geworden, maar ik heb echt wel een heel groot deel van mijn leven gedeeld, zodat je het hele een heel stuk storytelling eigenlijk bij kwam met dat, ja, ik merkte dat mensen dus het heel erg interessant vinden om dus niet alleen maar te zien wat doe jij voor werk, maar waar woon jij dan en wat heb je dan aan. En ja, dat klinkt heel maar dat is echt wel dat is wel wat men dus leuk vindt om op social media te volgen. En oh, wat heb je ook leuke kinderen en wat doe je in een weekend en waar ga je dan naartoe. En dat is ook een heel groot onderdeel geweest van de opbouw van Femkeido. En als ik jou dan hoor, dan zeg je heel erg van dat vinden mensen heel fijn om te hebben. Wat ik me dan zo voor kan stellen, dan kunnen ze met je verbinden. Want ja, ze kunnen zien wie je bent. Dus en wat dreef jou dan, los van het feit wat het effect was op hen, wat dreef jou om dat te doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen, dat er naar iemand kijkt of luistert en die denkt, ja, lekker is dat. Ja. Het wordt ook vaak gezien als van, nou, gooi je hele hebben en houden. Een inbreuk op je privacy is natuurlijk. Ja, en ook dat je het doet om die reden. Zo voelde het overigens helemaal niet. Nee, want wat dreef jou om het te doen? Nee, het voelde ook niet als een inbreuk. Want dat geloof ik ook niet. Ja, nee, het bouwde zich natuurlijk ook langzaam op. Nee, het voelde gewoon die echtheid. En ook de reacties daar dus op. Dat mensen, inderdaad, die connectie, die verbintenis die je dus met die, ja, volgers, klinkt dat een beetje. God. Maar dat is aangaat, dat is wel... daarmee bouw je inderdaad een bepaalde openheid, maar een bepaalde naam op. Hoe noem je dat? Ja, hoe moet ik dat eerder zeggen? Een soort likability, weet je? Dat mensen het voelen zich, die voelen zich verbonden omdat het eigenlijk, omdat ik net als zij ook gewoon de kinderen naar school breng. Nou hoor ik jou toch. Ik ga even. Ja. Je hoor ik jou heel erg vanuit hen denken. Wat voor gevoel gaf het jou? Oh ja, dat is een goeie. Ja. Dat zij jou eigenlijk gingen liken, om het maar zo te zeggen. Ja, trots. Daar was ik ook wel trots op natuurlijk. Dat mensen, ja, dat dus leuk vonden om dus te zien wat ik deed met mijn werk, met mijn leven, met de opbouw van dat nieuwe bedrijf. Nee, daar was ik wel trots op. Anders zou ik dat niet met zomaar delen. Ik heb dat niet onder dwang gedeeld. Dat ben ik echt zelf gaan doen en daar had Precies. ik zelf een goed gevoel bij. Ja, dus het feit dat jij deelt, dat andere mensen daar baat bij hebben en daar weer wat, en wat ze jou dan teruggeven, is dat je eigenlijk trots bent. Hey, dit ben ik. Dit ja. Ik ben toch dat meisje die kan. Ja, waar ik vroeger absoluut. Misschien. Ja, dat is een goeie. Want dat is wel zo uiteindelijk. Want het is natuurlijk niet alleen maar ook doe dit, want dan levert het business op. Want heel veel ervan levert helemaal geen business nee. op.
Sterker nog, ik deel zoveel dat je ook hebt dat mensen gewoon het kopiëren en het zelf gaan doen, hè, in hun huis. Wat ook oké is, want dat is ook delen. Hè. Delen, het is ook altijd wel een beetje zo'n term, delen is vermenigvuldigen, maar dat is natuurlijk wel zo. Want natuurlijk inspireer ik ook mensen om te denken van nou, wat leuk wat die stijl, wat zij doet, maar ik denk niet dat ik het kan betalen om hun in te huren. Ik ga het zelf doen. Ja, dat is ook een manier van, dat levert mij niks op. Maar ik vind het wel leuk dat iemand geïnspireerd is geraakt. Want een ander, die huren ons wel in. Dus daarin zie ik dat niet als... Het is geen afbreuk. Nee, je ziet heel veel bedrijven nog die dus dit doen. Van, ja. Oh, ze mogen dingen niet zien. Want als ze dit zien, dan... zelfs nog, je ziet nog in Amerika zelfs nog wel... dat je geen foto's mag maken in winkels en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk inmiddels niet meer van deze tijd. Want ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Je moet ook denken, ja, waarom niet? Want waar ben je bang voor? Ja. Ja, en die angst heb jij dus niet. Nee, of heb je die ooit gehad? Nee, nooit gehad. Nee, ik ben nooit bang geweest om dingen te delen en dan te denken van, oh, straks gaat iemand anders het doen. Want mensen kopiëren toch wel wat ik doe. En wat in plaats van angst, wat zit er dan wel bij jou? Openheid. Ja. Ik ben gewoon niet bang om eigenheid ook. En ook, ik geloof heel erg van dat je moet denken vanuit je eigen kracht. Want of ik nou het wel of niet deel, uiteindelijk komen ze toch wel ergens tegen. En als ze het zelf willen doen zonder onze hulp of zonder dat ze ons inschakelen, ja, dan kan je dat toch niet tegenhouden. Dus je moet vanuit je eigen kracht daarin denken. En ook dus een bepaald soort... kijk, ik weet ook, dat klinkt dan een beetje arrogant, maar dat... Dat als wij het doen voor iemand, dat het natuurlijk ja, mooier, dan is het, wordt het completer. Maar ik snap, dus je hebt heel veel zelfvertrouwen. Heel veel zelfvertrouwen, ja. Over wat jij kan. Ja, maar ik snap ook als iemand dat budget niet heeft, ja, dan gaat ik ga het ook niet voor niks doen. Dus het is gewoon prima dat iemand geïnspireerd raakt om het op hun eigen manier te doen. Dus het is ook een hele dosis. Het klinkt heel realistisch eigenlijk. Van, zo werkt de realiteit. Ja, zo werkt het gewoon. Okay. Ja. En dat is helemaal goed. Wat heeft jou, wie of wat, of welke gebeurtenis, misschien denk je ergens aan, heeft jou echt geholpen om daarin zo zelfverzekerd te zijn? Wat is jou daarin tot steun geweest? Kan je dat? Misschien is het wel een ervaring geweest of iemand die begint te lachen. Ja, wat heeft geholpen? Er is wel, maar dat is dan weer echt wel wat meer een praktisch antwoord. Dat mag. Er is natuurlijk een moment geweest dat ik... er is een overgang geweest van geen interim opdracht meer aannemen en volledig voor het nieuwe bedrijf gaan. Dus er is een soort overlap geweest van ongeveer een half jaar. En in diezelfde periode werd ik ook zwanger van mijn derde kindje. Dus er kwam een verlof aan, nou ja, wat je dan een verlof kan noemen. Want ik was ook net met dat nieuwe bedrijf begonnen. Maar het was wel een natuurlijk moment om te denken... Wacht even, misschien moet ik hierna geen nieuwe interim opdracht meer aannemen en 100% op Femke Kuijden gaan focussen. En wat daarbij hielp was een opdracht die ik ging doen in het centrum van Amsterdam. Nou, prachtig huis van een expatgezin. En dat zij mij vroegen en dat zij het vertrouwen hadden dat ik hun huis kon gaan doen, dat was wel een omslagpunt dat ik dacht, ja, dan moet ik er toch mijn werk van kunnen maken. Of dan moet ik dit toch... gaan aandurven om hier van te gaan leven en mijn boterham ook mee kunnen. Ja, dus eigenlijk ergens het geluk, maar dat is discutabel, vind ik. Want hè, je zou kunnen kijken en denken, nou ja, jij hebt mazzel, jij hebt een expertgezin en die vraagt jou opeens. Ja. Maar dat is natuurlijk niet voor niks gebeurd. Nee. Maar wat je dus eigenlijk, als ik het vertaal, omdat ik het zelf zo herken, dat er één iemand, wie het dan ook is, zijn vertrouwen in Precies. je uitspreekt. En je iets gunt ja. vanuit dat vertrouwen. Ja. Dat heb je nodig om te kunnen starten en er zelf ook in te kunnen geloven. Dat heb je nodig. En dat kunnen ook meerdere mensen wel zijn. En in dit geval was dit dan dit is echt zo'n eikpunt voor mij geweest. Dus dat is echt wel het... maar dat zijn ook... Kijk, ik ging op een gegeven moment in een pand zitten. Hè, dat ging ik huren. En dat is ook spannend, hè, de eerste keer dat je iets gaat huren. En ik ging met merken werken. En die merken... Die hebben weer vertegenwoordigers. En daar zijn ook natuurlijk heel veel die zeiden... Van, ja, alsof jij mijn meubels mag verkopen. Wie ben jij? Je bent alleen. Maar er zijn er ook een paar geweest die zagen het. Die zagen mijn enthousiasme, mijn drive, wat ik deed. Die voelden die
Die vernieuwing, en die geloofde in mij. En dat waren een aantal hele grote merken die dus hebben gezegd... ga het maar doen en ga je best maar doen. En die ben ik ook, die ben ik ook voor altijd dankbaar. Want zijn er allemaal mensen in die eerste fase die in je geloven. Die zijn er altijd. Maar je moet die inderdaad net wel ook vinden, tegenkomen. En daar moet je ook, vind ik altijd heel, die moet je ook voor altijd dankbaar zijn. Want die zijn echt, die zijn echt ook een fundament. Van dat begin. En die zijn er. En ik geloof dat die zijn er altijd. Dus als iemand dan zegt... ja, maar die moet je dan wel vinden. En dan moet je dat geluk wel hebben. Nee, zo werkt het niet. Die zijn er gewoon. Die zijn er. Ik zeker. Exact. Die zijn er gewoon. Ja. En het is de kunst vol te houden... totdat je ze tegenkomt ook. Ja. Want je niet te laten afpoeieren door iemand... zegt, want dat zei je eerder al in het gesprek... van je laten afpoeieren door iemand die je niet in je gelooft. Zeker. En wat ook zo is... als iemand een negatief oordeel heeft... voelt het altijd veel groter dan iemand die zegt... oh, wat leuk wat je doet en oh, dat ziet er leuk uit. Ook daarin toch proberen te filteren hoe moeilijk dat ook is. Hè? Want ik weet ook nog veel beter diegene die zei... joh, hoe ga je geld verdienen? Dan al die mensen die zeiden... Ik weet toch wie het is. Ik weet wie het is, ja. Ik weet wie het is, ja. Ja. Ja, bizar. Maar dan ook om je te realiseren dat wij ook die impact op een ander hebben. Ja, dat is dan ook zeker. Wat ik zie. Merk je ook dat je daardoor door die ervaring zelf ook anders... Ja. Is er voor jou wat veranderd? Ja, ik ben altijd kritisch naar mensen ook, hè, die dus beginnen, maar ook vooral heel erg enthousiast en opbouwend. Maar ik probeer wel ook altijd mensen te helpen op een kritische noot. Ja. Want ook al is het fantastisch dat iedereen tegen je zegt... oh, wat ben je goed, ben je goed. Ik wilde hier ook niet een soort idols effect. Hè? Dat iedereen zegt, jij kan zingen en dan sta je bij de auditie. En dan denken mensen, nou ja, hoe kan die achter die microfoon zijn gaan staan? Er waren echt mensen die zeiden dat ze goed kon zingen. Ja, daar moet je dan ook weer voor oppassen. Dus het is ook belangrijk dat je positief kritische mensen in je omgeving hebt... die je daarmee ook weer verder helpen. Ja, dus het gaat om de combinatie hand in hand van vertrouwen in diegene. Ja. En dat eigenlijk onvoorwaardelijk geven. Ja. En tegelijkertijd in dat vertrouwen ook echt de moed hebben om daarin kritisch te zijn. Omdat dat de ander heel erg helpt om ook te slagen in waar hij mee bezig is. Ja. Ja. En wie is voor jou daarin een inspiratiebron geweest? Kan je dat zeggen? Want je hebt je klanten natuurlijk gehad, maar als je het dan hebt over iemand die en vertrouwen... Kan je een voorbeeld geven van iemand die je en vertrouwen heeft gegeven... en daarin opbouwend kritisch is geweest op een manier die voor jou heel helpend was? Nou, dan kom ik weer eens op Ben, want die is en man. Ja. Ja, mijn man, ja, die is ook gewoon heel kritisch. Heel kritisch. En nog steeds. En die is absoluut een hele grote steun geweest. Altijd heel erg... positief en veel vertrouwen gegeven. Vindt ook niet alleen omdat ik zijn vrouw ben... echt heel goed wat ik aan het doen ben. Maar die is altijd heel kritisch geweest. En nogmaals, nog steeds. En misschien nog wel kritischer geworden... in mijn manier van aansturen. En gewoon het... Kijk, je hebt iets opgebouwd. En inmiddels zijn we in een fase gekomen... waarin je nog wel verder kan bouwen. Maar je bent ook aan het stabiliseren... En daarin heb je ook weer mensen nodig die je sturing geven. Ja, want het is een andere fase. Het is een andere fase, ja. En daar was hij heel belangrijk. Maar er is nog iemand aan wie ik moet denken. En dat is Erik Kuster. Die heb ik een keer ontmoet. Bij Koffietijd. We hadden het er vanmorgen even over. Daar mocht ik ook bizar hoor. Ik heb ook in die beginperiode echt wel mensen ontmoet... waardoor ik in tv-programma's ben gekomen. En dat is natuurlijk echt wel heel bijzonder geweest. Zeker bij die start. En op een gegeven moment mocht ik bij Koffietijd een item doen. En hij was er ook, want hij had al een interview. Ik deed een itempje, dus dat was wel even de rollen waren wel iets wat verdeeld. Maar ik zat dus met hem in de Koffietijd wachtkamer. En dat was mijn 5 seconds of fame. Kon ik dus heel eventjes, hem wat dingetjes vragen. En kort gesprek. En toen zei hij van mijn tip zou zijn... ontwikkel je eigen stijl, je eigen handtekening. En die had ik al, hè. Maar om succesvol te worden in deze branche... is om echt eigenheid uit te stralen. Want er zijn er al zoveel die hetzelfde doen. En heb je iets in handen waardoor mensen echt naar jou toe komen vanwege je stijl... Dat is gewoon heel goed. En hij zei, ik begon ook ooit in mijn busje met zelfgordijnen rondbrengen naar klanten. Mijn winkeltje. Dus het voelde heel erg van, hij is net zo eigenlijk begonnen als ik. Ik reed ook gewoon in onze
eigen auto, meubeltjes te bezorgen aan het begin. En ja, goed, inmiddels hebben we een hele logistieke afdeling. Dus dat klinkt wel alsof hij een drempel heeft weggehaald. Ja. Letterlijk zo. Ja. Ja. En het grappige is, hij heeft natuurlijk een totaal andere stijl dan ik. En dat maakte het... Ja, ik vond dat als we het hebben over het beste advies wat je ooit kreeg... Hè, dat is echt zo'n... Dan is hij daar toch wel belangrijk in geweest. Ik weet dat nog heel goed, dat hij dat zei. En dat ik dat ook wel voelde, want dat had ik eigenlijk al, hè, die eigen stijl. Maar dat dat nog meer dacht, ja, dat doe ik. Want er zijn ook altijd mensen die zeggen, ook klanten, die zeggen... Ja, maar als je interieurstylist bent, dan kan je toch alle stijlen. Dan kan je toch dit en dan kan je toch dat en dan kan je toch zus. En er zijn interieurstylisten die zo werken. Maar ik heb heel erg bewust gekozen om die eigen Femkeido-stijl te ontwikkelen. Gaaf, dus... En mede door zijn advies. Ah. Ja, dus dat was... Nou, Erik, ook, wil je nog iets tegen Erik zeggen? Dat zou ik bijna zeggen. Ja, dus eigenheid. Durf je eigen handtekening te zetten. Ja. En die voelde je altijd al. En hij heeft je een extra setje in de recht gegeven. Dat het ook mag. Dat je het recht hebt om dat te doen. En sterker nog, dat je niet alleen het recht hebt, maar dat het ook werkt als je dat doet. Ja. Dus wat me meteen doet denken dan de vraag, wat is je handtekening? Wat kwam je daar dan onderweg in tegen? Was die er altijd? Kwam je ook nog dingen tegen dat je dacht, hoe ontdek ik eigenlijk mijn eigen handtekening? Nou, nee, hij was er wel, maar hij werd ook altijd wel aan mij gevraagd van, wat is dan, hoe omschrijf je je stijl? En die kon ik gewoon echt niet omschrijven. En nu is het de Femkeido-stijl geworden. Hey, voor elk probleem is een oplossing. En dat zat hem dus heel erg in dat ik hou van toch wel echt wel wat strakker design, maar gecombineerd met kleur en wat rijkere stoffen, behang. Dus die combinatie van frisheid en luchtigheid, maar wel met kleur. En dat kan wat heftiger kleur zijn, kunnen ook wat ingetogene kleuren zijn. Dus dat was een beetje de omschrijving wat mij betreft voor die stijl. En die heeft zich ook geëvolueerd. Het ontwikkelt zich. En ik heb natuurlijk inmiddels een team met ontwerpers, dus die hebben ook hun stijl en die hebben ook de vrijheid om stukjes van hun stijl daar weer in te leggen. Maar toch zie je dus in de overview van de projecten die we doen, zie je die rode draad. Ja, dus er zitten bepaalde wetmatigheden misschien wel in, maar het is ook een levend organisme, je stijl, als ik je zo hoor. Van het ontwikkelt zich door mijn eigen ontwikkeling, maar ook door de mensen die ik... Het is ook een open systeem eigenlijk, hè? Want je laat je ook beïnvloeden door anderen. Zeker. Ja, en nu ook weer door dat ik nu bezig ben met mijn eigen huis. Dat is een heel oud huis, mijn nieuwe eigen huis. En dan zie je weer een andere... dan zie je toch... Dus dat is wel nog steeds mijn stijl, maar ik pas hem wel toe op basis van de historische elementen in dat huis. Ja. Dus het is meteen heel metaforisch, hè? Als je zo spreekt. Ja. Althans, dat is wat mij treft. Wat zegt jouw handtekening in het interieur? Waar staat dat eigenlijk symbool voor? Als het een metafoor is voor wat jij belangrijk vindt in het contact met mensen en als jouw leidinggevende. Ja, dat komt wel meteen. Dat is openheid. Openheid. Ja, en dat is openheid dus ook in frisheid, jong, denk ik. Een soort luchtigheid. Luchtigheid. In interieur, dat vind ik ook heel belangrijk in het aansturen van mensen. Zwaarte uit dingen halen, letterlijk of figuurlijk. Maar dat is, lucht brengen. Lucht brengen. Het is allemaal niet zo erg, weet je. Het is maar een interieur of het is maar een... We zijn maar gewoon aan het werk en het moet toch gewoon vooral leuk zijn. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Dat had ik vroeger al toen ik in de corporate wereld zat. Dat ik nog wel eens dacht van, waarom zijn mensen allemaal zo moeilijk? Waarom moet het zo ingewikkeld zijn? Waarom moet er zoveel meetings om iets te kunnen bepalen? Waarom moet er echt zoveel overleg? Wat gebeurt er wat triggert dat bij jou als er dus zwaarte is? Wat gebeurt er dan bij jou? Wat gebeurt er bij mij? Ik word daar... Ik kan daar gewoon slecht mee functioneren. Ik word daar zelf echt een beetje zwaarmoedig van. Ja, dus het maakt jou zwaarmoedig als het zwaar is. Dus... Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk als dingen groter worden dan dat ze zijn. Hè? Dus in een negatieve zin. En als dat dan gebeurt, want nu, je hebt nu eigenlijk... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, zolang het in een context gebeurt waar je niks mee moet, kan je een andere context kiezen. Maar nu heb je je eigen bedrijf. Ja. En
De grap is dan natuurlijk dat je niet meer wegloopt, nee, want je vindt echt leuk wat je leuk vindt. Ja. Hoe ga je ermee om als je in deze context nu soms... Ik kan me zo voorstellen dat je ook wel eens zwaarte tegenkomt of iets. Zeker. Wat complex is. Ja. En nu kan je er niet meer van weggaan, zeg maar. Nee, dat vind ik ook echt de grootste uitdaging van het ondernemerschap. Dat vind ik echt... Dus het maakt het ook leuk, want op het moment dat alles goed gaat en alles... Dat is niet de werkelijkheid. Niet alleen de werkelijkheid. Het kan natuurlijk wel een deel van de werkelijkheid zijn. Maar het is het stuk met een team werken en zorgen dat iedereen blij is en die geen zwaarte voelt of dat er geen gedoe is of dat er dat de sfeer goed is, dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Dat vind ik echt wel, dat is echt wel een vak op zich. En als je terugkijkt, want je hebt inmiddels al best wel wat ervaring, dus er zullen ook dingen zijn gebeurd. Is er een situatie geweest die je lastig vond, waarvan je achteraf dacht van wauw, dat heb ik echt heel goed opgelost eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel trots op. Als je een gevoel over iets hebt, hè, dus een gevoel van ik denk dat deze persoon niet past binnen mijn organisatie, of ik ben een interviewronde aan het doen en ik weet meteen al, dit is een klik, deze persoon wil ik wel graag binnenhalen, of er loopt iets niet lekker met een klant en dat moet uitgesproken worden. Maar dat je het ook meteen dus actie op onderneemt. Dus dat ook meteen doet. Dus meteen je gevoel. En natuurlijk mag je wel even overleggen met iemand je rechterhand of met iemand anders in de organisatie waarvan je denkt, nou, daar is het fijn om nog even te toetsen. Ja. Want al merk je toch, denk ik als ondernemer, dat jouw eigen gevoel het goede is. Want het is jouw bedrijf. Ja. En dat is, ook dat heb ik geleerd. Dat ik niet alleen bij anderen kan vragen. Want ik ben degene die... Het is mijn bedrijf. En als ik niet op mijn eigen gevoel aanstuur, dan gaat het mis. Want dan maak ik verkeerde beslissingen. En dus om daar terug te komen, ja, ik heb wel eens te lang een contract door laten lopen met iemand. Ik heb wel eens te lang getwijfeld van moet ik nou wel die persoon aannemen of niet, terwijl ik het eigenlijk gewoon heel graag wilde, maar op basis van externe factoren dacht dat anderen er iets van zouden vinden of dat, dus daarin om antwoord te geven dan op jouw vraag. Ja, en kan je, dus je hebt lastige situaties gehad. Zeker. En je zegt, want die zitten er gewoon bij. Ja, hè? Heel veel. En kan je een specifiek, want je hebt nu een aantal opties genoemd. Zou je er eentje uit kunnen halen dat je denkt, wauw, het was lastig en misschien ging het niet vlekkeloos. Maar achteraf denk ik, yes, wat ben ik hier goed mee omgegaan en dit is wat ik ervan heb geleerd. Ja de eerste keer dat ik het contract niet verlengde. Oh, dat is heel spannend. Ja, vind ik echt heel spannend. Althans lijkt mij. Ja, is echt. Vond ik echt een van de moeilijkste dingen om te doen als ondernemer. Kan je er iets wat meer over vertellen? Ik kan me voorstellen dat je niks over die. Niet in de details op de persoon, maar veel meer over hoe het voor jou was en waar jij doorheen gegaan bent. Ja, hoe het voor mij was dat ik geef dingen graag een kans. En het is heel moeilijk om dus, wanneer ga je door met die kans geven en wanneer zeg je nee, dit is de druppel of nu stoppen we. Want het was natuurlijk niet zo dat het iemand, kijk, als het iemand was die echt heel slecht functioneerde, dan is dat makkelijker. Dat was in dit geval niet. Dus het is veel verfijnder. Het is veel verfijnder. En dan is het dus ook heel makkelijk om te denken, nou ja, weet je, we kijken nog even aan, misschien gaat het dan beter, misschien gaan de resultaten dan omhoog. En als dat dus steeds niet gebeurt, of het gebeurt net niet, of dan is het best wel, heb ik echt wel slapeloze nachten gehad van wat moet ik nu doen? En op het moment dat ik die beslissing had genomen, dan moest ik nog gaan bedenken, hoe ga ik dit vertellen? Of hoe ga ik dit uitleggen? En toen besloot ik om het gewoon bij mezelf te houden. Dat ik het niet meer wilde. Dat ik er geen... En dat was het allerbeste wat ik had kunnen doen. Want daar kun je niet aan tornen. Als mijn gevoel dit zegt, als ik dit wil, en ik had natuurlijk ook wel feitelijke heden. Maar ik merkte dat dat dus ook werkte in de relatie met mij en die werknemer, om het af te sluiten. Want er was dus we zaten niet op één lijn. Want ik wilde het niet en zij wilden het wel. Maar dan... Dat is niet de match. Dat is niet de match. Nee, dat kan niet. En dan, dan is er voor de ander ook niks meer te frustreren. Nee, want het is gewoon. En natuurlijk is er dan boosheid. En is er, dat is logisch. Dan zijn natuurlijk door die fases heen. En ook dat moet je er laten zijn.
En dat moet je ook gewoon accepteren. En dat is nou eenmaal zo. En aan het begin is het nog oké, dan wordt het even vervelend. En dan wordt het daarna weer even oké. Weet je? Dus dat zijn allemaal fases waar dan iemand weer doorheen gaat. Maar dat is dan... Daar ben jij dan niet meer... Verantwoordelijk nee, voor. Nee, niet meer verantwoordelijk voor hoe onaardig dat dan ook klinkt. Nou, het klinkt heel volwassen eigenlijk. Ja. Hè? Want wat ik je hoor zeggen is, van het klinkt nu in hindsight heel snel. Ja. Maar je gaat door een heel proces nee, samen. Nee, het heeft echt een jaar... Weet je, het is natuurlijk echt een proces van een jaar geweest. Dus moet je nagaan dat het inderdaad zo klinkt. Dan nou, hè? En dat moet je dus... Mijn advies is dus ook om dat nooit een jaar te laten duren. Dus wat zou je nu anders doen? Of wat doe jij misschien nee, wel anders? Nee, mijn beslissing... maar als ik het voel, dan ga ik natuurlijk heus wel even nog toetsen. En nog even nadenken van, is mijn gevoel echt juist? Maar dan is het gewoon... Dan handel ik daarnaar. En welk verschil merk je nu je dat meer doet? Nou ja, het gebeurt niet dagelijks dat ik mensen in contact niet verlies. Nee. maar je misschien merkt wel op andere vlakken. Nee, maar het is wel daarna nog een keer gebeurd. En toen heb ik er bewust voor gekozen om het heel ver voordat het contact afliep te doen. Omdat ik, dat zei mijn gevoel ook. Ik wilde niet iemand gaan voorliegen terwijl... ik ermee wilde of moest stoppen. En wat dat voor gevolg had, was dat er veel meer begrip was. Wow. Bij die, in dit geval, die andere persoon. Ja, dus ik hoor je praten over duidelijkheid. Om naar je gevoel luisteren, dat heel serieus nemen. Ja. Daarnaar handelen, duidelijkheid over geven. Ja. En dat daardoor meer rust ontstaat. Ja. Begrip, en ook veel begrip groter van de andere kant. Natuurlijk ook een andere persoon, maar dan nog denk ik echt wel dat we kunnen zeggen... ja, dat heeft wel te maken met de manier waarop ik het heb aangevlogen. Gaaf. Ja. En heb je het dan ook... merk je dat die ervaring zich dan ook, zeg maar, uitspreidt in andere contexten... of andere situaties waar je die kwaliteiten nu ook meer gaat inzetten? Ja, het is gewoon echt een stukje groei in ondernemerschap. Dus dat is zakelijk, kan dat dus ook inderdaad zijn... naar klanten toe, want daar kom je dezelfde dingen tegen als in dat je een klant wil rechts en wij zeggen nee, we moeten links. Tuurlijk kun je een compromis daarin vinden, maar je kunt ook heel overtuigend naar de klant uitleggen waarom jij rechts wil. En waarom wij denken als ontwerpers dat ze rechts moet gaan, of hij. En je ziet aan het eind eigenlijk altijd, als we daar komen, met z'n allen, dat de beste oplossing is. Als de klant zegt, nee, ik wil echt links. En wij denken, nou ja, dan ga je links. Dan is het achteraf, komt de klant terug en zegt, ja, nee, het was toch niet zo goed idee om links te gaan. Ja. En dat hebben we ook heel vaak meegemaakt. Dus doordat je dat vaak hebt meegemaakt, kun je aan een klant ook beter uitleggen en weer argumenteren waarom we toch echt rechts gaan. Ja, dus het is zonder leuk. Dwang of zonder, want nee, we willen, het is echt puur omdat we dan die indeling... beter vinden, optimaler is, et cetera. Ja, het is ervaring. Kilometers op de teller. Het is echt kilometers op de teller, waardoor je dat dus heel goed kunt uitdragen. Ja, want het is niet zo... Dan internaliseer je het eigenlijk ook, want het is meer dan alleen kennis. Ja, ja. Of tenminste iets... Het is ook gewoon dat je weet wat de gevolgen, zou ik maar zeggen, zijn... dat het niet je eerste opdracht is. Ja. Klinkt heel zwaar. De gevolgen. Het zijn niet vaak niet hele grote gevolgen, maar gevolgen als in... Ja, het zijn echt hele kleine dingen. Het kan een keukeneiland zijn wat groter of kleiner moet. Maar dat zijn wel echt hele belangrijke dingen. Ja. Die keuken blijft er wel 15 jaar staan. Ja, als het fout gaat, dan zit je altijd... Dan, nou, het zal je keuken maar zijn. Ja, het zal je keuken maar zijn, ja. Dus zijn... Ja, ja dus ook de kleine dingen serieus nemen. Ja. Althans? Details zijn in ons vak natuurlijk enorm belangrijk. De details kunnen zo klein zijn. Het kan een lade of een kastje zijn, wat het verschil maakt in het gemak van het gebruik van een bepaald meubel. Ja, ik weet het, dit zijn natuurlijk hele banale dingen soms, maar dat is wel wat ons werk is. Ik kan niet helpen dan de hele tijd het interieur als metafoor te zien voor alles. Want het is soms, we denken aan iets groot, maar hoe is het als je in elke dag in je keuken staat en je eiland heeft niet het goede formaat, dan heb je elke dag... Een irritatie. Ja. Ja, nee hoor, dat is, dus het is iets... Het is ergens, dat is wel hoor, dat overheerst mij zeker aan het begin. En inmiddels ben ik natuurlijk zo in mijn bedrijf gegroeid. Maar dat ik dacht, ja, we doen eigenlijk een heel onbelangrijk vak. Hè, ten opzichte van een chirurg in het ziekenhuis die levens aan het redden is. En dat is natuurlijk zo, maar zo hebben we allemaal. Maar dat is natuurlijk in de basis niet zo. Want het zijn allemaal kleine stukjes die dus het leven toch prettiger gaan maken. En hoe fijn is het inderdaad om in een huis te wonen waar je fijn en prettig en comfortabel in voelt.
Ja, dus alles doet ertoe. Alles doet ertoe. Ook dat draagt dus toe aan levensgeluk, hoe groot het nu ook klinkt. Maar het is, ja, in mijn ogen is het wel echt zo. En dan krijg ik kippenvel, ja. Want dan is de cirkel rond. Is die cirkel rond en dan doe ik toch iets wat dus nuttiger is dan dat ik eigenlijk mezelf altijd voordoe. En dat ik altijd een beetje zeg, ja, nou ja, wat is, hè? Ja. Ik kan hem nog wel eens downplayen. Of down, ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja, bedankt. Hoe ga je zo weg? Ja, goed. Het was echt, ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ook, ja, er kwamen gewoon toch dingen aan bod dat ik dacht, oh ja, ik was dat eigenlijk even vergeten. Of ik heb het nooit zo uitgesproken zelfs. En wat brengt het je dat je het weer aan het licht brengt voor jezelf? Ja, dat ik denk, ik ben gewoon iets heel moois aan het doen. Gaaf. Ja. En dat kan ik alleen maar beamen. Maar... Ja. Dankjewel.